Het gaat om de keiharde punten. Dat is de zaak om de wedstrijd te winnen. En dat is nou net een beetje voor beide ploegen het grote probleem de laatste tijd. RKC 4 van de laatste 5 wedstrijden verloren. Het kan altijd nog erger. Namelijk VVV heeft nu 12 wedstrijden op rij verloren. Dus het moet ook wel echt serieus vandaag gaan gebeuren. Het herstel inzetten. Resterend het programma. Donderdag is het Ajax uit voor VVV. En dan is het volgende week zondag Emmen thuis. Resterend het programma van RKC dat op een 14e plaats staat. Dat is allemaal veilig dus. Maar het staat heel dicht bij elkaar, zeker als ze vandaag verliezen. Na vandaag speelt RKC nog thuis tegen FC Twente. En dan is het op 16 mei Feyenoord uit. Van de Venne met Vernon Anita. Afgelopen wedstrijd van 3-1 verloren van AZ. Dat wordt gemaakt door AZ-huurling Thijs Oosting. Ze kwamen nog voor. Daarna ging het nog mis met onder andere een rode kaart voor Silasso. Maar die staat hier in de opstelling. Want die rode kaart werd geseponeerd. Sterk seizoen draait Lampoe ook. De keeper van RKC. Verder bij de Dekker. Pagonik. Van Krooi. Daar weggestuurd. Met Giacomakis in de 16. Daar komt die bal ook en daar scoort hij. En dat is een heel belangrijke. Het is ook weer een tijd geleden dat Giacomakis nog eens een doelpunt maakte. Het is een 25e. Maar zijn laatste goal was van 14 maart tegen Fortuna thuis. En hij is er dus weer. Dan treedt hij zo goed als niks. Maar hij is wel weer heel belangrijk. Eindelijk weer eens een treffer. Van Krooi. Huppakee, ze denderen door met Simon Jansen. Simon Jansen. Dat zei net, maar is die bal nog aangeraakt? Simon Jansen zegt zelf van wel. Van Krooi. Goed verdedigd door Lutonda. Daar gaat Oosting. Daar gaat Oosting voor de gelijkmaker en hij prikt hem binnen. Thijs Oosting met weer een goal. Zijn vierde van dit seizoen. En toch redelijk snel dus al de gelijkmaker. En geen buitenspel, want dat heft Dekker op, de rechtercentrale. Dan maakt hij het wel cool af trouwens. Thijs Oosting met de 1-1. Gonge. Het is van heel ver, hè. Donda. Zo. Rechts gaat Gari. Ja, dan gaat dat eerst via Anita. En dan gaat het niet eens naar Gari. Maar dat had ook in één keer naar die rechterkant gekund. Van de Venne. Tahiri. Het ziet er aardig uit. Kirschbaum mist die bal. Gari. Ngonge. Ja, die gaat naar zijn linker. Die blijft naar zijn linker gaan. En dan wordt zijn rechter voor. Oosting naar Meulensteen. Guwara. Via Anita is dit Van de Venne. Is dit Ngonge? Nou, schiet maar. Doet hij. En hij prikt hem raak ook. Ngonge maakt er 2-1 van voor RKC. Dan hebben ze dat zeer vakbekwaam omgedraaid. Dat duel met Anita. Waardoor Van de Venne het balbezit overneemt. Hij terug naar Ngonge. En die krijgt hem er langs. En maakt zijn vierde van dit seizoen voor RKC. Guwara, Post. Niemand. Gari. Zo. Van de Venne.
Dat scheelde akelig weinig. Ik hou hem goed binnen. Dit is een goede bal van Krooi. Dan meteen kijken de 16 in van Krooi. Die moet je hebben. Ja, prima. Het is van Krooi met zijn volgende assist. Het is de treffer van Joshua John. En dan staat het kort voor rust. Dan toch weer gelijk. En weer dankzij voorbereidend werk van Vito van Krooi. En dan is het letter natuurlijk op Giacomakis. Maar dan, na die eerste paal was een echte spits, komt Joshua John. En die maakt er dan 2-2 van. Van Krooi. John. Denderen ze door. Ja, dat zou kunnen, want dit is Jansen. Die bal wordt van richting veranderd. En die gaat net naast het doel. Als de 1 minuut extra tijd ingaat, toch al bijna de 3-2 alweer geweest. Er zit Gadi tussen. Weer een gongen. Gadi. 3-4 spelers van RKC. Ook in de 16 van de Venne. Net langs de bal. Oosting ook niet. Tahiri. En het schot wordt gepareerd door Kiesbaan. Gadi, als hij hem binnen kan houden, dat lukt in ieder geval. Nu het vervolg nog, dat gaat dan via Meudensteen. Dat is een aardige bal, een kopbal, een bal op de paal van Sol. En met wat geluk komt die bal zomaar spontaan in de handen van Kiesbaan terecht. Bal op de paal van Silasso naar deze bal van Meudensteen. Dekker. Heeft hem net op tijd weg. Voordat Oosting zou kunnen ingrijpen. Van Krooi. De rotonda mis zit. Meshesh de 16 in. En goed werk Lamproe. En Van Krooi is nog. En die gaat naast. Ja, het gevaar komt van Vito van Krooi. Zeker als de rotonda mis zit. Dan kijkt hij wat zijn opties zijn. Dan is dit nog een aardige kans. En een goede redding van Lamproe. De inzet van Meshesh. Dan vervolgens Van Krooi. Dan heeft Lamproe iets wat geluk. Daar is bijna de goal van Giacomakis en Lamproe is kwaad op alles en iedereen. Omdat er een paar mensen totaal niet stonden op te letten. Tahiri. Ngonge. Tahiri. Van de Venne. Nou, dan maar schieten van de Venne. Dat was niet altijd ingewikkeld. Giacomakis, die toch al bijna 77 minuten op het veld staat. Dus dat gaat best goed. En hier weer balbezit voor de topscorer. Pagonik komt er niet aan. Tonda heeft hem daar eerder inderdaad. Maar laat zich toch aftroeven door Pagonik. Dit is heel zwak gespeeld van de linksback. En nu is het bijna een volgende treffer. Giacomakis naar de eerste paal. Ja, VVV wat brutaler en krijgt hier loon nawerken en de 3-2 voorsprong Vito van Krooi. Is toch de man van de wedstrijd met 2 assists en hier een treffer. VVV werd wat brutaler en hier is het Smits die kijkt en vindt daar van Krooi. En daar is geen antwoord op te vinden voor Lamproe. Meulensteen. Overtreding van de Grassa. Een gongebal van richting veranderd. En dat is een corner. Of het is een penalty. Het is Hens. Oi. Het is een penalty voor RKC. Hier in de muur moet dat dan gebeuren. Het is... Oh ja. Het is wel stom hoor. Giacomakis. Ngonge tegen Kiersbaan. Dit is een belangrijke. Ngonge. Dat is wel cool gedaan, zeg. Dat is wel cool gedaan. Tweede goal van Ngonge in deze wedstrijd.
Bal de hoek in. Een Gonge. Van Krooij een hoofdrol speelt voor VVV. Speelt een Gonge dat dus ook voor RKC met zijn twee treffers. Ja, liever niet voor met rechts, maar alsnog krijgt hij hem voor. Vin Stoppers vanuit de draai. En hij net naast de toe. Dan lopen ze elkaar een beetje in de weg, maar het loopt dan goed af met Post. En die krijgt hij bij Schmitz. En dan ligt het daar weer open, omdat daar te veel mensen naar voren zijn gelopen. En is dit de mogelijkheid voor RKC. Van der Venne. Van der Venne zoekt daar de verre hoek en vindt daar de verre hoek niet. Roemer. Krijgt hem nog een keer voor. En daar is de kopbal die dit overgaat. Deze actie vanaf de zijkant. Dan komt Jacob Makis op het Meulensteen op zijn hakken staat en het er niet helemaal bij. Post. Zit in de 90ste minuut. Touba niet. Jacob Makis vindt hij die bal nog een keer terug. Kan hij hem terugleggen? Dat kan hij inderdaad. Maar dan is het Mulder die voorkomt dat Torino Hunter scoort. Dit was de kans voor Torino Hunter om er 4-3 van te maken. De ploeg die alles op alles zet om hier de thuiszegen te pakken, doorkoppen. En dan is er verder niemand die van die doorkopactie van Arias kan profiteren. Nog 20 seconden. Dan zit deze wedstrijd erop. 3-3. Stokkers. Hens van Stokkers. Nee, einde wedstrijd. En met name de spelers van VVV zitten helemaal stuk. En dat punt waar ze een tijd lang naar hebben gezocht. Hè, want 12 keer achter elkaar verliezen. Dan moet je een keer omdraaien. Maar een punt, zie je aan alles, is voor VVV zo ongeveer gelijk aan een 13e nederlaag. De laatste van dat is misschien nog de rol of de rol, wie weet. Ze trappen af om half drie. Dankjewel voor uw komst en tot ziens.